Wauw, dit moeten we erop hebben. Ik weet niet eens wat het betekent. Maar dit is sowieso een hele mooie auto, denk ik. Nou, wat voor werk doe je om zo'n dikke bak te kunnen kopen? Ja, ik ben met pensioen, Bas. Nu al met pensioen, en hoe oud ben je? 31. Ik heb gewoon... Hey! Ik heb er drie gemaakt. Wat schaam ik me ontiegelijk diep, zeg. Wat is dit? Dit is ziek. Ja, ik ben zo blij dat Aran hier verstand van heeft. Aran, zit er carbon op? Nee. Succes aan zich, ja, heeft helemaal niks met een auto te maken. Hallo, en jij kijkt naar de nieuwe podcast en ik ben Derek. Vandaag hebben we iets fenomenaals bedacht. Vandaag gaan wij een carspot wedstrijd doen. Wat houdt dat nou in? Er zijn twee teams, daar heb je Daan en Morris en Job en Aran. En die gaan tegen elkaar strijden met het maken van foto's van dikke vette auto's. Want dat is de hype van tegenwoordig onder de jeugd. Nou, ik ga zo meteen ook een briefje in de brievenbus doen van iemand. Want ik wil wel eens weten hoe het nou is om zo'n dikke vette auto te hebben. Nou, ik denk dat ik wel genoeg heb verteld. Dan gaan we er nu van door. Nou, wij staan hier nu naar Sil, de professionele carspotter uit Katwijk, toch? Ja. Echt een Katwijker? Ja. Wij hebben tips nodig van jou, want jij weet er natuurlijk alles van. Maar wat moet je nou, waar moet je nou echt staan als je zo'n leuke foto wil maken? Nou ja, vooral een goede hoek. Misschien soms laag. Ligt er wel aan welke auto. Maar ja, gewoon laag, hoog. Ja. Heb je nu een voorbeeld van een auto dat je denkt van op die manier moet je een foto maken bij die auto? Nou ja, bij veel BMW's. Bijvoorbeeld een M4 is laag mooi. Dan zie je hem zo een soort heel gemeen lijkt hij dan. Oh, vet. Aran, heb jij nog leuke vraagjes voor deze jongen? Kan je de foto's ook van ver weg maken of moet je ze echt per se van dichtbij maken? Nou, ver weg kan wel, maar het is minder handig. Want als je de foto's zeg maar uitknipt zodat je de hele auto wel ziet, is het vaak minder scherp en zo. Maar ver weg kan in sommige gevallen wel mooi zijn, maar meestal gewoon dichtbij. Wat vind je nou van de hele hype om carspot heen? Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het is gewoon een beetje een hobby. Ja, het is niet heel veel mensen doen het, zeg maar, in Nederland, dus... Maar deed jij het al voordat het helemaal opgeblazen werd, of...? Toen deed ik het nog niet echt heel serieus, maar toen die hype echt kwam, deed ik het wel wat serieuzer, zeg maar. Dan was ik het ook meer gaan doen en zo. Heb je nog een goede tip voor mij om ook een goede foto te maken? Ja, gewoon op de goede plek staan en niet echt heel... Geen camera, gewoon stilhouden, dus niet dat het helemaal wazig is en zo. Wat is nou... Naast Katwijk natuurlijk de beste plek om mooie carspotfoto's te maken. Nou, ik denk toch wel Huisterduin in Noordwijk. Waarom dan Noordwijk? Nou ja, daar rijden heel veel snelle auto's, want Huisterduin is een van de duurste hotels. Dus daar rijden alleen maar mensen met hele snelle auto's. Zullen we dan gewoon naar Noordwijk? Is dat een goed idee? Ja, zeker. We gaan gewoon lekker naar Noordwijk. Zijn we er klaar voor? We hebben een timer gezet van 2 uur. Wij gaan zo beginnen aan de grote carspot battle. De kijker beslist wie er heeft gewonnen. Laten we beginnen. 3, 2, 1, go! Oké, kom. Oké, nou, we gaan gewoon op die hoek staan. Boei me niet. Ik heb echt een heel goed idee. Weet je, om die andere mensen te verleiden. Gaan we foto's maken van hele slechte auto's. Ja. En dan gaan we hun laten denken dat we geen goede auto's hebben, maar dan maken we ook gewoon foto's van goede auto's. Maar dan denken zij dat we geen goede auto's hebben. Dan denken zij dat ze gaan winnen. Wat een lul verhaal, maar ik vind het een goed idee. Wacht, we hebben 1 uur. Om 2 uur. Ja, maar we hebben 1 uur om, zeg maar... Want ik heb een kleine tactiek natuurlijk. Vertel hem even. Nou, de tactiek is eigenlijk... Mijn vader heeft een jeep en die kunnen we dan misschien... Dan bel ik hem en dan komt hij hierheen en dan zetten we hem op het strand neer en dan hebben we een foto. Heel cool. Want dan winnen wij natuurlijk. Want jullie gaan daarop stemmen. Want zoals jullie misschien wel weten, staat de beste foto. Maar daar staat ook een hele mooie auto. Dus als jij deze even vasthoudt... Dan... Waar? Ik... Maar ik zie hem alleen helemaal niks. Nou. Hij stelt niet scherp. Nou, dat begint alweer lekker, joh. God. Ja, die is wel ziek. Die is ja, was die goed? Ja, die was wel mooi, ja. Godsamme. Ik voel me echt 5. Ik denk dat we zojuist de winnende foto hebben geschoten. Het is wel een leuke foto. Het is wel leuk uit. Nou, ik ga nu even een briefje in de brievenbus stoppen bij Danny Westgeest. Zo heet hij toch? Danny Westgeest, want hij heeft een dikke vette Lamborghini en ik zou wel eens willen weten hoe het nou is om zo'n dikke vette Lamborghini te hebben. We hebben hem al een berichtje gestuurd via Insta, maar heeft nog niet op gereageerd. Dus nu gaan we het op de boomer manier proberen en een briefje in zijn brievenbus stoppen. Dit wil je toch gewoon aan je muur hebben hangen? Nou, eigenlijk wel. Ja. Wat verdikke me! Kom, kom. Snel, kwik! Kom, daar is Carshot's Nixus. Kunnen we vragen? We gaan vragen stellen. Hebben jullie tips voor ons?
Nee. Van welke auto's moeten we foto's maken? Lambo's, Ferrari's, Bugatti, alles. Dus eigenlijk gewoon alle auto's? Ja. Willen we hier blijven staan of willen we ergens anders naartoe? Dat is een goede vraag. Ja. Kan we het beste naar die straat Daro, die hele lange, de boulevard daar, in plaats van op dit hoekje? Ja, is goed. Maar, hey, kunnen we hebben zoal, we hebben natuurlijk net even de winnende foto geschoten. Ja, ja, ja. Dat we nu even wat eten kunnen gaan halen ofzo, want ik heb nog steeds best wel honger. Nou, Becca, mogen we eten halen? Is dat mogelijk toevallig? Hij wel. Mooie auto. Nee. Nee, is geen mooie auto. We moeten een beetje beweging. Zullen we gewoon proberen of we het terrein van Huis de Duin op kunnen? Ja, gaan we doen. Kom. Okay. Rennen! Ah, weet je, we hebben 2 uur de tijd. Foto maken van Range Rovertje. Zal ik doen. Ik vond het een kutauto. Dat mag je vinden. Even kijken, er komt ook een auto. Zie je ook even fotograferen? Renault. Renault zijn ook mooi, ja? Hij heeft gewoon geen brievenbus, deze man. Dan zou ik maar gaan gooien. Ja. En anders moet je een beetje eentje via de fax sturen. Nee, ik ga hem wel onder de deur heen schuiven. Ja. Er staat een zieke Mustang. Of een Mustang? Ja. Kom er een foto van maken, dan sabber. Broer, ik dacht dat dit een Mustang was. Het is gewoon een Peugeot. Hij wil midden op de weg staan, joh. Scheid. Oh. Holy shit, wat ziek. Fuck it, we gaan er gewoon op. Er zit ook een bewaker hier. Het mag toch gewoon, of ben ik gek? Deze moeten we hebben. Vet, ik voel me echt een tokkie nu. Wacht, ik heb een idee. We kunnen naar de boulevard gaan, want daar zit zo'n bankje. En dan kunnen we car spotten en eten tegelijkertijd. Hoe gaan we ervoor zorgen dat zij denken dat wij slechte foto's maken? Nou, we gaan gewoon foto's maken van eigenlijk gewoon normale auto's. En dan denken zij van, oh, zij hebben slechte auto's, maar we maken ook gewoon natuurlijk foto's van hele mooie auto's. Maar hoe weet zij dat wij slechte foto's maken? Kut! Dit is een kut idee! Kut idee! Nou, het is gelukt hoor. We staan hier naast Danny Westgeest en ons briefje heeft toch geholpen. Dus ja, hoe gaat het? Waar zijn je schaafwonden? Kijk. Aha. Er is nog een heel mooi litteken overgehouden. Ja, nadat we een briefje op de bus hadden gegaan, hebben we een klein ongelukje gehad met de scooter. Dus er zit toch gewoon een mooi verhaal achter. Is geen Lambo rijden voor jou dus? Nou. Als je niet eens op een scooter kan blijven? Ja. Nou, we hadden natuurlijk iemand nodig. Uit de omgeving Katwijk met een hele dikke bak. En ik denk dat het wel aardig is. Meningen zijn erover verdeeld, maar blij dat je hem dik vindt. Ja, ik vind hem vet. Ik vind hem echt thanks, vet. Thanks. Maar waarom nou zo'n auto? Ik hou van mooie spullen. En ik vind dit mooi. Maar wanneer kwam je op het punt dat je dacht van, ik wil nu een Lamborghini kopen? Wanneer was dat? Nou, een jaartje geleden, toen wilde ik eigenlijk zelf meer met social media doen. En dan word je een beetje gedwongen om buiten een bootje te vallen, zeg maar. Dus je moet net even wat anders doen dan wat de rest doet. Ja. Er zijn best veel influencers die dus al een Lambo hebben of een Ferrari hebben. Maar ik wilde eentje, niet zo eentje als iedereen. Dus er is hier letterlijk maar eentje van op de wereld. Dus daarom deze. Hey joh, abonneer even. Lekker. Heerlijk. Ik heb alleen nog geen afgenomen. Ara, kom op. Maak even een goede foto. Hier, het is een M-Performance. Zie je dat? Wauw. Dit moeten we erop hebben. Ik weet niet eens wat het betekent. Maar dit is sowieso een hele mooie auto. Denk ik. Hey, hoe snel zou jij met Jeep in Noordwijk kunnen zijn? Ja. Maar ik wil eigenlijk net weg naar 4x4 rijden. Oh, dat is nou heel jammer. Dan neem je even een tussenstop. Ja. Kan je toch wel even doen voor mij? Ja, is goed. Nu mag jij even foto's maken. Ja. Maar Aaron, ik weet helemaal niet hoe dat moet. Jij moet me wel helpen, ja? Ik weet ook niet hoe dat moet. Ja, maar het is jouw leeftijdsklasse. Dus jij moet... Ja man. Ik ben fucking dom. Oké, okay, nou ik... Jij bent 18. Ja, maar ik weet toch niet hoe ik foto's moet maken van de auto's? Je hebt wel meer camera... hoe heet dat? Hoe heet dat ook alweer? Camera ervaring of zo? Ervaring, ja, nee, ervaring. Dat heb ik niet. Ja, helemaal wel. Nee. Wel. Niet. Wij gaan gewoon... We gaan door! En nou, wat voor werk doe je om zo'n dikke bak te kunnen kopen? Ja, ik ben met pensioen, Bas. Nu al met pensioen, en hoe oud ben je? 31. Nee joh, wat heb je gedaan? Ja, ik heb in de drugs gezeten, dus nee, dat moet even uit. Doe maar een nakkie, heb je? Toevallig die dakkoffer, weet je. Daar zit alles in. Als de koerier in Katwijk, hè? Wat goed. Nee, maar wat heb je voor werk gedaan? Heb je een eigen bedrijf gehad of heb je voor iemand gewerkt? Nee, ik heb een franchise-organisatie gehad in onder andere telemarketing. Daarnaast heb ik een hypotheekkantoor gehad, verzekeringskantoor, kredietkantoor, een stukje vastgoed. En ik heb mijn grootste bedrijf 1,5 jaar geleden voor de helft verkocht.
En toen kon ik gewoon leuke dingen doen. En dat kon ik daarvoor ook al, alleen ja, nu kon ik het doen terwijl ik er zelf niet meer 40 uur voor hoefde te werken. Jamig, dus je bent nu al met pensioen en nou, dat lijkt me echt ideaal leven. Dat zou ik ook eigenlijk wel willen. Ja, hard werken, maat. Dan kan ik niet voor jou komen werken, dat je schoonmaker wordt of zo. Dat kan. Ja? Heb je een spons? Of je video. Ja, of je spons. Hou van een spons. Hou van een spons. Dan ga ik even je wagen schoonmaken. Ja, dan wel een bikini, hè? Zo, ja, ga je heel voorzichtig doen. Ik heb gewoon. Hey! Ik heb er drie gemaakt. Wat schaam ik me ontiegelijk diep, zeg. Oh. Oh, wat kut. Het is toch belachelijk dat ik op een stoep ga staan voor een fucking auto van de Tweede Wereld. Heb ik wat gemist? Ja, ik heb drie foto's gemaakt van deze auto. Oh, laat zien. Oké. Oh. Oh. Dit is zo goed, gasten. Ja, jij bent echt wel heel goed, Molly. Dit is echt een afschuwelijk iets. Dus we gaan nu op de boulevard kijken, toch, Job? Ja, wat is er precies op de boulevard dan? Ferraris, Lamborghinis. Ik haat Noordwijk, man. Ik wil hier helemaal niet zijn. Waarom hebben we dit soort dingen dan gewoon niet in Katwijk? Katwijk is geen kakkersbuurt. Oh ja, ja, dat klopt. Hallo, mag ik wat vragen? Wat vindt u nou van al die carspotters tegenwoordig? Nou, het is toch hartstikke leuk. Wordt er van uw auto ook allemaal foto's gemaakt, ja, of niet? Zeker. Ja? Ja. Hier vooral in Noordwijk zeker? Overal. Door heel Nederland. Oh echt? Dus u heeft eigenlijk gewoon een beroemde auto? Ja, absoluut. Nou, heel erg bedankt, leuk. Ja, dankjewel. Ik word het carspot een beetje zat. We gaan een lekker ijsje halen. Vind jij zo'n auto hebben nou echt succesvol? Dat je dan echt succesvol bent? Ja, succes is volledig relatief. De een die vindt succes geld. En de ander vindt succes gelukkig zijn. En ja, moet je geld hebben om gelukkig te zijn? Nou, ik vind van niet. Ik heb gewoon mazzel, of dan zo'n aanhalingstekens mazzel, dat ik leuke spullen kan kopen. Maakt deze auto mij nou echt gelukkig? Nee. De adrenaline die ik krijg als ik er heel hard mee rijd, maakt dat me gelukkig? Ja. Alleen, weet je, dat kan je ook op andere manieren opzoeken. Ja. Dus antwoord op jouw vraag van nee, een mooie auto wil niet per definitie succes betekenen. Nee, maar ik snap wel, als je zo'n auto kan kopen, als je zo lang en hard voor hebt gewerkt, dat wel een goed gevoel geeft. Nee, natuurlijk goed gevoel, maar er zit een verschil zeg maar, tussen een succes en tussen financieel succes, zeg maar. Ja. Ja, of dit financieel succes uitstraalt. Ja, stiekem denk ik van wel. Alleen of het überhaupt succes over het algemeen uitstraalt, nou, durf ik niet te zeggen. Maak een banger foto. Ja, maar er komen allemaal auto's vandaan. Ja, dan doe je het gewoon zo. Ja, nee, maar. Hoor. Dan wil je iemand op zijn bek. Ja, dat is echt ziek. Ja, zit wel, ja. Is goed. Yo. Dan. Ze komen met een hele groep auto's. Dan spreek je ouders er altijd aan met u, want dat is netjes. RS6, hé. Hey. Kunnen we veel beter winnen? Gewoon heel veel foto's maken. Gewoon zoveel mogelijk foto's maken. Ja, ook al zijn het kutauto's, misschien kunnen we er wat moois van maken met het editen in de zintuigfabriek. Goed idee. Wat is dit voor cabrio, gast? Wat is dit voor merk? Wat is dit voor merk? Wat is dit? Dit is een ziek. Dat is een Maserati, gast. Ja, ik ben zo blij dat Aaron hier verstand van heeft. Ik weet totaal niet wat ik hier zou moeten doen om zo'n auto te fotograferen. Hier moeten we een foto van. Hier kunnen we mee winnen, gast. Aaron, zit er carbon op? Nee. Is het lekker, Aaron, je ijsje? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel, Job. En wat vind je nou van dat sommige jongeren nou denken dat nou echt het succes zo'n auto is? Dat ze het succes leven als zo'n Lamborghini of een Ferrari of weet ik wat zien? Ja, nogmaals, dan kom ik weer terug op de vorige vraag. Ik denk, ja, dat je, als je het als financieel succes wilt benedereren, zeg maar, dan denk ik het wel. Alleen, succes aan zich, ja, heeft helemaal niks met een auto te maken. Maar denk je dat jongeren niet door al die YouTubers en al die succesvolle mensen die op Insta zitten een vertekend beeld krijgen van dat succes? Ja, ik denk het wel. En denk je dat er... Kijk, ik snap natuurlijk voor jou dat het leuk is, zo'n auto. Ja. Maar denk je niet dat je daar zelf ook invloed op hebt? Goeie vraag. Nou, je interesseert me echt geen ene reet, man. Ik heb het geld, dus ik wil hem kopen. Een foto maken van deze Porsche. Hij maakt gewoon die foto's alsof het niks is, hè. Poeh. Let's go. Let's go to the beach. Beach, let's go. Come on, man. Don't give me that sense. But see, don't let me drive into the party. You can't detect me. Come on the show, show. Ga niet op je bek. Gast, we hebben acht al 100 Maseratis gehad. En dan wil hij nu weer een Maserati op de foto zetten. Maar ja, succes. Als we maar binnen. Hey, Aaron, zullen we anders een visje halen? Nee. Waarom niet? Ik ben allergisch voor vis. Ben je allergisch voor vis? Dat geloof ik niet, gast. Ik denk dat je het gewoon niet lekker vindt. Nee, ik ben serieus allergisch. Ik ga van kots. Echt? Ja. Maar je bent een Katwijker, toch? Ja. Dus eigenlijk ben je geen Katwijker? Nee. Oh, stond aan de verkeerde kant.
Wij zijn natuurlijk naar Huisterduin geweest. Naar dat mooie hotel in Noordwijk. En daar hebben we een video geschoten. Is dat zo? Ja, maar wij hebben nog geen hele mooie auto bij ons allermooiste hotel van Katwijk de Noordzee gezien. Dus zullen we daar zo meteen een fotootje van maken. Dat we even langs gaan en dat we een fotootje maken bij Noordzee. Vind je Noordzee serieus het mooiste hotel van Katwijk? Ja, maar dan moet ik even zeggen, zodat Katwijk mooi lijkt. Nou, jullie worden gesponsord hè, door Noordzee. Dan wil ik een graag. Nee. Ja, ik heb dit vaker gedaan, een Lamborghini aangeraakt en zo schoongemaakt. Daar zit nog een beetje, daar zit nog. Sorry. Ben je ook een visje, Marnix, cameraman? Ja. Ja? Marnix ook een visje. In principe vind ik dit eigenlijk veel leuker dan het carspotten zelf, gewoon het eten halen en zo. Hey. Mensen denken echt dat het mogen uit. We zien er ook eigenlijk wat mogen uit, maar helemaal niet uit. Hey, jongen, wat doe je nou? Mijn zonnebril. Ja, ik was toch even mijn woede even aan het uiten. Je gekke Gucci bril, man. Wat doe je nou? Die gooit er niet zo op de grond. Hij zit nog steeds in. Zit, ik heb nog wat ik heb gedaan, joh. Godverdomme. Laten we doorlopen. Ja. Ik heb wel lekker visje. Aaron, wil je een hapje? Ah. Hapje, jongen. Kom nou, hapje. Oh, neef, man. Waar blijft je zus? Daar, kijk. Daar hebben ze. Hun zijn hier ook, oh, kijk. Maar dan wel, want dan komen ze. Dan mogen ze niet van onze foto's maken, hè? Hey! Gasten! Hallo. Gasten! Heb je al goede foto's gemaakt? Waar is Daan? Daan wordt mooi. Oh, daar is Daan. Maar gaat het bij jullie goed dan? Wij hebben echt een zieke auto gezien, hè? Daarom, ik bedoel, echt serieus. Als jullie deze wedstrijd nog willen winnen? Moet je daar echt daarheen gaan. Daar is een echt zieke RS, een R8. Ik heb ze weggejaagd, denk ik. We hebben een gouden plaats gevonden, gast. Wat is dit? Wat zijn dit voor auto's? Nou, dat zijn zieke auto's. Ja, wat zijn het voor auto's? Ja, weet ik veel, maar hier winnen we gewoon mee. Hier gaan we gewoon sowieso mee winnen. Dit worden ze, denk ik. Dit worden ze. Zijn het wel auto's? Half. Hoi. Wat vragen? Nee. Oh, nee. Ja, daarom wacht ik niet op natuurlijk. Wat zijn het eigenlijk voor dingetjes? Dat? Ja. Trikes. Wat? Trikes. Dat ken ik niet. Ja, dat moet je je voorstellen. Oh. Maar wat is dan het verschil met dat en een motor? Met een auto? Wiel meer. Oh, een wieletje meer. Maar kent u het fenomeen carspotten? Ja, dat ken ik. Ja, tegenwoordig zijn er heel veel jongeren die foto's maken van auto's en zo. Maar valt het dan eigenlijk ook onder een soort auto waar ze dan foto's over van kunnen maken? Ja, het hangt er vanaf. Als ze het meeste kunnen verdienen, dan valt het onder. Eerst is een auto, dan is weer een motor. Maar wat is dan de prijs van ongeveer zo'n ding? Als je dit nieuw wil kopen, 5000. Mooi prijsje. Nou, dank u wel. Netjes toch? Ja, netjes. Gewoon openmaken. Ja, ik vind het heel eng. Ik had alles verwacht, maar dit echt niet. Nee. Ik ben toch wel trots op de techniek die Morris heeft ontwikkeld. Dankjewel dan. Ik vond het voor zoveel toen iets meer in het kader zitten. Mensen, ons plan is nu eventjes om hier even te blijven staan. We hebben nu weinig te doen. We zijn even gewoon op zoek naar leuke fotootjes, maar niet bijzondere auto's, maar gewoon leuke auto's. We gaan nu verwachten dat Daan zijn zus met andere 4x4 auto's hier naartoe komen. En dan foto van de dag, man. Daar moeten jullie even op stemmen. Iedereen die stemt, heeft van mij een gratis snoepje. We rijden nu in Rijnsburg. In Rijnsburg, oké. Nou, dat duurt nog een paar minuutjes. Blijven jullie dus gewoon nog even staan, even goede foto's maken. En dan zien jullie zo. Later, gasten. Oeh, dan moet je even zo doen, weg met die kamer. Later, gasten. Hij knippert rood. Dat betekent dat hij toch bijna leeg is of het kaartje zit vol, toch? Job, het is veel te warm. Hoe lang moeten we nog? Hoe lang? Hoe lang? Oh, hoe lang we nog hebben bedoel je? Nee, hoe lang is een Chinees? Ik ga even kijken voor je. Ja, zo'n 1,62. Nee, ik ga even kijken. 42 minuten. Oh!
Holy shit! Holy shit! Holy shit! Dat is absurd. Zo je mooie dingen staan. Goed, maar kent u ook het fenomeen carspotten? Carspot? Kent u dat, carspotten? Nee, wat betekent dat? Dat doen jullie dan? Ja, wat vindt u ervan? Dat vind ik hartstikke leuk. Ja? Ja. Heeft u geen mening over die kinderen? Die deed dat al op straat, te wachten op goede foto. We zijn altijd zo gek. Ja? Ja, maar ik heb ze ook echt. Ik hoef niet te spotten. U heeft ze gewoon? Ik heb ze gewoon. U heeft ze gewoon zelf? Ik trek de schuur erop en dan zeg ik, kijk, daar staan ze. Als ik door mijn vrouw de deur uit wordt geschopt, dan ga ik bij mijn oude auto's kijken. Zo, oh ja. Zo. Maar kijk. Ik zal een kaartje geven en als je het ooit eens leuk vindt. Ja, is goed. Kom je gewoon spontaan een keertje aan. Ja, is goed. Ja. Ik heb 7 oude auto's en ik ben er nog eentje aan het restaureren. Ik kan een heel leuk reportage maken. Dat is goed, dat gaan we doen. Ja. Maar dan wil ik wel de foto's. Dan. Ja, gaan we doen. Is goed. Hey, fijne dag nog, hè. Als jullie nou willen dat we daar een podcast van maken. Ja, zeg. Kunnen we natuurlijk even langs gaan om naar zijn oude auto's te kijken. Ja, vinden jullie dit echt leuk? Laat het even weten hieronder. Ja, dan gaan we er gewoon lekker langs bij die man. Gaan we er even langs. Gezellig, man. Doei. Yeah. We zijn nu eigenlijk heel de tijd aan het wachten op iets waarvan we nog niet eens weten of het wel hierheen komt. Morris, daarna zijn er ook 2 kleine auto's. 3 zelfs. 4, 5. Hoe vaak krijg je dit nou? Ja, ongekend. Het is echt ongekend. Hou wel leuk toch? Ja. Soms zie je ook echt dat je gewoon, ook volwassen mannen, hè, maar kids, dat je gewoon een dag maakt als je voorbij komt rijden. Ja, ja, dat vind ik leuk, daar doe ik het voor. Weet je? Ja, dat is super. Okay. Kijk, staat er nog eentje. Maak het zo van een dag. Ja, dat is toch geweldig? Weet je? Ja, daar doen we het voor. Ja. Nou, we zagen Daan zijn zus net langs rijden. En ik denk dat Daan zijn zus in het complot zit. Marnix, ik heb dus gehoord dat jij meer van dit complot afweet tussen Daan's zus en Daan. Ja, ik zit natuurlijk achter de camera en moest even met Daan naar de Albert Heijn om even een overchipkaart op te waarderen. Vertelde hij dus dat hij zijn zus ging bellen, zodat hij met een jeep op het strand kon gaan staan voor echte vette foto's. Wat blijkt nou, zie ik hier zijn zus voorbij rijden, een beetje verdacht lopen doen. Ah, 1 plus 1 is 2, die zijn gewoon aan het vals spelen. Die zijn aan het vals spelen. Wij moeten winnen. Misschien moeten we gewoon naar het strand toe en ook foto's gaan maken. Ja, misschien gewoon een disqualificatie. Disqualificatie, daar ben ik het volledig mee eens. Oh, er zijn allemaal kinderen daar. Zullen we naar die kinderen toe? Ik wil meer tips, want het gaat echt niet goed zo. Nee. Ik denk echt dat we gaan verliezen als we die tips nu niet gaan krijgen. Kunnen we niet foto's van hun krijgen? Gewoon airdroppen. Ja, want als hun vals gaan spelen, dan kunnen we ook vragen of hun foto's naar onze airdroppen. Ja, we gaan vals spelen. Niks zeggen tegen Daan, we gaan vals spelen. Hey vriend, heb jij tips voor ons hoe wij het beste kunnen carspotten? Ja, hier op zich. Hier gewoon hier blijven staan? Ja. Wat voor camera heb jij dan? Ja, ik moet, ja, dit is van hem. Is het zijn camera? Ja, ik moet hem meenemen. Dus jij gaat hem helpen met carspotten? Ja. Is hij jouw slaaf? Hij is mijn poepslaaf. Wat doet hij dan? Nou, mijn tas dragen. Alleen jouw tas dragen? Ja. Vindt hij het wel leuk? Nee, daarom kom ik ook mee. Oh nee, ik vraag of je het leuk vindt. Nee, maar ik krijg er wel voor betaald. Krijg je ervoor betaald? Ja. Huh? Hoe werkt dat? Ja, niet. Betaal jij hem? Hij lult me wel, joh. Oh, maar wat doe jij dan precies? Maak je hier gewoon allemaal foto's van auto's? Fotootjes maken, toch? Maar ik doe niet zo van die sympathische handbeweging, hoor. Maar jij bent wel, heb je ook een Instagram-account van? Zeker. Wat is dat dan? Carspotting laagsteepje bij, laagsteepje Colin. Maar vind je dan niet dat er zoveel carspot-accounts zijn? Hoe maak jij je dan anders dan al die carspot-accounts? Niet. Dus je bent eigenlijk precies hetzelfde? Ja. Broer, we hebben gewoon 4 karas, man. Of 5. 7, 4, 5. Oh mijn god. Ja, ze kwam Marnix tegen. En hij vroeg of ze hier mee mocht rijden. Of je hem even in een halve cirkel wil zetten zo. De winnende foto. Nou, we hebben dus nu 4 keer 4 auto's. Van Daan's zus en vrienden van Daan's zus. Ja, dit is de winnende foto. Hey, doe ik het allemaal? Ja? Nee. Thijs het vindt. Thijs, ik hoorde net dat je wiel los zat of zo. Nee, dat dachten ze. Maar?
Ja, niks aan de hand. Oh, nou, gelukkig. We reffen. Kijk dan, wat een gedaan. Ik kom hem. Zit via de pad. Ik vraag me nu echt af hoe het andere team zich nu... Als we daar aankomen in dit ding. Wij waren de carspotters, nu worden we gecarspot. We started down low, now we up here. Gasten! Ja, Nien, zet ons bij dit zebrapad dan uit. Gast, wij hebben soort gewonnen. Ja, kijk, ik zeg dit altijd. Zoiets moet je gewoon afdwingen. Weet je, zoiets dwing je af en dan win je. Nou ja, we hebben nog niet gewonnen. Dat moeten de kijkertjes thuis even beslissen. Hé, hey, wat is dit nou? Wat is dit nou, joh? Hebben jullie vals gespeeld? Nee, het is helemaal geen vals spelen. Carspotten is dat je gewoon gaat kijken tot er een auto komt. Nee, hey. Dat is carfotografie, dat is dus heel iets anders. Nee. Wij zijn neutraal, Marnix. Dus wat zit jij nou te zeiken dan? Ja. Ik vind het vals spel. Bepalen jullie even of het vals spel is of niet? Zet het even in de comments. Normaal geen vals spel. Wat? Wij hebben eerlijk... Ze zijn gewoon jaloers. Job! Nou, dat was lachen. Maar ik heb wel de winnaar hier. Want als we gaan kijken naar jullie stemmen... Dan gaan we even kijken. Dan hebben we hier... een schrale 510 stemmen voor Job en Aram. En een 576 stemmen voor Daan en Morris. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Dat Daan en Morris hebben gewonnen. En daarmee wil ik bij deze de video afsluiten. Dus heb je nou genoten? Druk even dat blauwe duimpje en... doei!